Zo, vandaag is het zondag. Ik weet niet of je al naar de kerk bent geweest of nog naar de kerk moet. Het is vandaag ook Internationale Dag van de Sneeuw. Weer zoiets raars. Gisteren was het Nationale Dag van de Tulp. En vandaag is het Internationale Dag van de Sneeuw. Nou ja, sneeuw. Hoe teken je dat nou eigenlijk? Zullen we eens aan de slag gaan met sneeuw? Kom. Ja, sneeuw. Nou ja, er zijn verschillende manieren natuurlijk van sneeuw tekenen. Je kan zulke sneeuwvlokken tekenen. Dan weet iedereen dat je sneeuw bedoelt. Wat je ook kan doen, is zulke sneeuwvlokken tekenen. Dat kan ik misschien beter even op een nieuw velletje laten zien. Anders raak ik in de war. Kijk, als we zo'n bergje sneeuw hebben. Kijk, het hoeft niet echt rondjes te zijn, maar iedereen ziet wel dat je gelijk sneeuw bedoelt. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog sneeuwvlokken. Hè? Die zijn er in alle soorten naar mate. Nou, daar kan je natuurlijk hele mooie sterren van maken. Al is dat wel weer wat lastiger om dat een beetje mooi te houden en dat een beetje gelijk te hebben. Dat zijn best wel ingewikkelde sterren vaak. Ja, ga er maar aan staan. Dat is niet altijd even makkelijk. Er zijn ik heb dat toevallig ook op YouTube gezien. Zijn er van die tutorials hoe je zo'n ster kan knippen, ook uit papier. Dat is ook wel leuk. Een kerstster. Van die sneeuwvlokken. Ja, dit. Ja, dat is het ook niet echt, hè. Ik vind dit zelf de beste manier om sneeuw weer te geven. En de snelle manier is inderdaad. Dit is die snelle manier, hè? Gewoon die kruisjes, zeg maar. Zoals het ook bij het weer doen, hè? Sneeuwvlokjes. Gewoon zo. 1, 2, 3, 4. En met mijn sneeuwvlok. En anders, het lijkt een beetje popcorn. Ja, dat zou je kunnen denken. Popcorn. Ja, dan lijkt dit weer niet op dit. Nee, ik vind dit wel de beste sneeuw eigenlijk. Dus, nou ja, succes. En ik zie jullie morgen in de volgende video.